꼭. Overspoelden golven van geweld onze Brabantse kempen en het Limburgse platteland. Horden van gewetenloos boevenpakken trokken plunderend en brandstichtend door onze vrede gedreven. Zij noemden zich de bokkenrijders, naar schimmige luchtgeesten, die volgens de middeleeuwse mythe op bokken gezeten door de donkere nachtelijke hemel zijn. En zelfs afgesloten huizen konden binnendringen. De bokkenrijders! Duivelse leger van bokkenrijders zijn einde vond in een gruwelijke slag, hoog in de hemelen boven de Postelse abdij. 60 lange jaren oefende de bende de waarschijnlijk uit over de bokkenrijders. Hun satanische gildeteken, een bokkenboot, vervulde hen ieder met huiver en angst. Die zich bij dit gemene pak van rovers aansloot. Een man zonder enig mededogen, bezeten van een tomeloze hebzucht en gier naar geld. Hugo, de bokkenrijder. Dit huis, dit vervloekte huis, het is een hel gelijk. Die ene vervloekte avond in de Belgische Kempen. De zon stond laag en we zochten bedden voor de nacht, maar van dorpen was geen spoor. Maar ineens in de verte een groot gebouw, de abdij van Postel, wisten wij. We brachten de paarden in galop en toen de zon was weggezakt, kwamen we aan bij de kapel. Er was licht achter de ramen en het was er doodstil. Geen monnikenzang of vroom geprevel. Achter de kapeldeur gouden kelken en zilveren kandelaars voor het oprapen. Met deze gedachte ramden we de deur. Geen mens. Op het altaar glinsterde de buit. De kaarsen waren ontstoken. Vreemd. Mijn mannen kraakten het offerblok en ikzelf leegde het altaar. En toen, plotseling, op mijn schouder een slanke hand. Ik keek om en achter mij stond een jonge vrouw, haar ogen vol vuur. Allen zagen haar en het gerinkel verstomde. Ze leek te zweven in haar lange witte kleed. Even voelde ik iets van angst en ze sprak tot mij. Gij, Hugo van den Loonse Duinen, gij ontheiligd
hier dit huis. Zo kom tot inkeer en roep niet de toren des heren over u af. Ik overwon mijn angst, hoonde haar weg met schampere lach en stootte haar nu terug. Ik riep de man op de gang en zag dat zij zich oploste in het niets. Een dag later bereikte ik mijn huis. Ik schrok. Boven op de gevel stond zij, de dame uit de kapel. Haar armen wuifden als wiegden ze op de wind. Ik hoorde haar stem als zweefde die in mijn hoofd. Nergens in uw eigen huis, nog waar ook ter wereld, zult gij rust of vrede vinden, nu gij Gods huis geschonden hebt. Eerst dan, wanneer een edel mens met het reine geweten van een pasgeboren kind uw woonsteden zal betreden, dan zult gij vrede vinden in uw huis en in uw hart. Die bang, mijn gruwelijke lot is tot op heden niet gebroken. Treed binnen met een reine ziel, opdat de doem valt van dit huis en mijn ziel de rust verkrijgt waar ik zo hevig naar verlang. Thank you.